In de luwte van het karakteristieke centrum van Woerden, direct aan de Singel, komen vanaf deze zomer de bewoners van Zorgcentrum Reinaarde in een speciaal voor hun gebouwd appartementencomplex te wonen. Het worden 36 kleine eenheden van ongeveer zo'n 40, 45 vierkante meter. Die zijn bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking van cliënten van Reinaarde. En als alles goed is, gaan die hier in de zomer komen die hier te wonen. En ondanks dat Bebouw Midret nog druk is met de bouw, mochten de bewoners tijdens een feestelijke bijeenkomst een kijkje nemen in de speciaal voor hun gebouwde appartementen. En dat werd gewaardeerd. Vol trots werd er door de nieuwe gangen gelopen en werden de kamers bekeken. Wat vind je van de ruimtes? Vind je ze mooi? Behoorlijk grote ruimtes. Deze grote kamers, dan een grote kamer krijgen als een douchecel en een badcel erin. Dus we kunnen ons lekker douchen, hè, Tas? Maar zover is het nog niet, want de bouw mag al aardig opschieten. Het is niet vanzelfsprekend dat het project er staat. Er is hard voor geknokt en gewerkt. Het is echt te danken aan de creativiteit, inventiviteit van een aannemer van Reinaarde en ook van GroenWest, zodat we de kansen benut hebben om dit te realiseren. Ja, ik vind het schitterend. Ik heb de maquette gezien, ik heb de bouwtekeningen gezien. Maar als je dan in werkelijkheid hier bent, dan komt het gevoel dubbel en dwars naar boven. En heb ik alleen maar heel erg zin om hier straks te gaan werken en de cliënten hier te laten wonen. Ja. Als u het gezien heeft, wat vindt u vandaag mooi om te zien? De ruimte, de cliënten die al hun eigen studio aan het uitzoeken zijn, die hem al aan het inrichten zijn. Wij hebben net een rondleiding gehad en ik zie mensen hun kamer indelen. Ik zie bijna een bed in elkaar gezet worden en dat vind ik een groot succes vandaag. Het is een erg goede dag. Ja. Door nieuwbouwlocaties kan Reinaarde groeien en kunnen wij onze cliënten een mooie woonruimte bieden. Ja, sommige van onze cliënten die wonen in een wat kleinere kamertje met een gezamenlijke woonkamer. En hier krijgen ze ook een gezamenlijke woonkamer en ineens ook nog een eigen appartement. Dus dat is een feestje voor ze. Ja, het is echt heel mooi.